welkom hier op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. En ja, ik heb mij nog even bezig gehouden met Trackmania. En mijn website nog een update gegeven. Ook de nieuwe playlist heb ik op mijn website gesfeerd. Gegooid, zal ik zo zeggen. Voor de rest, het is nu 1:10 s'nachts. 1:10. Brrr. Ik ga nu richting mijn bedje en ik ga nu slapen samen met mijn schat. Mijn schat ligt hier al even al te slapen. Ik ga er nu bij kruipen. Ja. En dan gaat dat hier dat ze mogen verluchten. Ik ga slapen. Echt waar. Ik ben doodop nu. Nu heb ik nog eens... Het is een langere tijd dus opgebleven. Misschien kan het dan wel eens beter zijn dat ik eens dan in slaap kan geraken. Dus via deze weg ga ik nu slapen. Slaap wel. En dan tot straks als ik terug opsta. Hallo mensen, ik ben terug wakker, jawel mensen. En we gaan vandaag een ontbijtmand halen, jawel, bij At The Corner. Waarom? Omwille van dat mijn mama jarig is. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mama, happy birthday to you. Ja, gelukkige verjaardag mijn mama. Dat is ook eens op een aparte manier eens een gelukkige verjaardag wensen. Maar wij gaan nu vertrekken naar At The Corner. Voor het ontbijtmand, dan kunnen we zelfs hier ook nog wat eten. Want wij hebben zelf ook honger natuurlijk. Maar mijn mama gaat nu even voor, omdat zij jarig is. En deze moeilijke tijden met lockdown, moet je ook wel uw mamake ook goed verwennen. Ja, Klotten. Want zij verwennen ons al meer dan genoeg. Voilà, daarom. Allee, we gaan eens richting At The Corner en dan naar Hakkeveld. Zo, de ontbijtmand is afgeleverd. Hé, schatje? Ja. Je mama was toch trots, hè? Ja. Waarom fluistert je? Ah. En nu komen onze meldingen weer al erdoor dat we terug wifi hebben. Ja, we zijn terug op ons appartementje. Ja. Ik ga zo eens kijken hoe het nu zit met de vlog. Wat ik normaal gezien deze nacht is moeten klaargeraken. Die is nog altijd niet klaar. Dus dat gaan we nog even laten doen. We gaan wel ontbijten, hè? Ja. Heb je honger? Nee. Oei. Ja, gaan we ontbijten? Ja. Heb je honger? Nee. Rare antwoord. Allee, tot ziens. De was laten doen. Dus we zijn weer al even weg bij ons thuis. En dan binnen 2 uurtjes kunnen we de was weer gaan ophalen. Wat een service hebben we gekregen. Echt helpen de mensen. Dankjewel daarvoor. Ja, want bij mij thuis heb ik geen wasmachine, hè schat? Ja, en ik ben veel te ziek om naar de wasserij te gaan. Dat klopt. En dan hebben we nog onze... Oh, dat is gewoon een hondje, hè? Ja. Dan hebben we ook nog... geburen gezien, ook weer op een Begonialaan, die zo ook naar de oké zijn gegaan, maar de oké was het erg druk man, erg druk. Ja, daar heb ik groentjes gaan halen voor groentesoep te maken. Ik heb er ook al 2 biljannetjes al in gedaan, het water is nu zo warm aan het worden, maar nog niet helemaal warm. Maar ik ga jullie nu laten, want ik moet de GPS volgen. Tot ziens, joe!